Ik wist niet helemaal. Ik had niet gehoord of de bijdrage al klaar was van de heer Leeners, maar dat blijkt het geval. Voorzitter, ik heb met de heer Leeners uitgebreid gedebatteerd over de jacht. Dat gaan we hier niet over doen. Dat kondig ik alvast aan. Maar waar ik wel graag met aan de heer Leeners over zou willen debatteren is: we hebben nu een landelijke vrijstellingslijst waar onder andere de vos op staat. En dat betekent dus dat overal in Nederland op de vos kan worden bejaagd, of daar nou schade is of niet. Dat hoeft allemaal niet heel specifiek aangetoond te worden. Is de heer Leeners met mij van mening dat dat een te algemene regel is en dat we zouden moeten kiezen voor juist ook dat lokaal bepalen, of dat eventueel nodig is, dus dat we de vos van die vrijstellingslijst af zouden moeten halen? Want dan zou het ook betekenen dat de PvdA vasthoudt aan dat wat ze namelijk de kiezer al heel lang heeft beloofd, namelijk een einde aan die vrijstelling voor de vos. De heer Leeners. Dit is provinciaal beleid. Dit is ook, volgens mij is dit gewoon provinciaal beleid. Er is een vrijstellingslijst van 5 soorten. Staat de vos niet op, bij mijn weten. En op het moment dat de vos geen schade veroorzaakt, wordt er dus niet op gejaagd. Als dat wel zo is, wordt provinciaal daar vrijstelling voor gegeven. Voorzitter, je hebt een vrijstellingslijst voor bejaagbare soorten. Dat zijn de 5 soorten waar wij over gedebatteerd hebben. En daarnaast heb je een landelijke vrijstellingslijst voor dieren die dan schade veroorzaken. Dat wordt centraal vastgelegd. De provincies gaan er dus niet over. Dus als een provincie zegt, wij willen geen vossen bejagen, dan kan dat niet eens, want het staat op de landelijke vrijstellingslijst. Ja. Daarom wil ik graag dat de vos van die lijst af komt te staan. Dus heeft het niets te maken met plezierjacht. Ja. Is goed als ik u daar in tweede termijn op antwoord. Ja? Goed. Ja, dank.